Leiding in handen van Graceful Boko. Tweede plaats is voor Terpie Burgerheide. Dan volgt VIP Junior. En vierde aan de buitenkant is nu al Emil Okanje. Die moet weer door het derde spoor, want Himoko Bianco zit er precies tussen. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Graceful Boko begint nu wat weg te lopen. Pakt de lengte of 2-3 voorsprong. Daarachter Terpie Burgerheide. VIP Junior doet nog mee voor de plaatsen. Ze doen eigenlijk allemaal nog wel mee voor de plaatsen. En misschien ook wel voor de overwinning als de koploper ineens een beetje stil gaat vallen. Graceful Boko begint wat achteruit te gaan. En vooruit komt inmiddels Terpie Burgerheide. Die is er ook langs. Terpie Burgerheide. Daar komt Emil Okanje aan de buitenzijde. Oeh, wat gaat die hard. Emil Okanje is net op tijd. Emil Okanje met een neusje. Tweede plaats Terpie Burgerheide. Plaats 3, Graceful Boko. Onderzoek van het comité is afgerond, dames en heren, heeft niet geleid tot een wijziging in de uitslag. Winnaar is de 9, dat is Emil Okanje, Misha Brouwer. Paard in bezit van stal PD, getraind door Bas Krebas en de tijd 1.17.8. 1.17.8 is de winnende tijd voor deze Emil Okanje, een 3-jarige zoon van Rieusek uit Naomi November. Gefokt door de Fransman Philippe Joyeux en hij fokte een paar paardjes Nederlands en dat is in dit geval ook deze Emil Okanje. Kunnen wij u alvast vertellen dat Emil Okanje ook naar deze winter richting Hans Krebas in Zweden zal gaan. En nu de eerste zegen voor Emil Okanje. Dan lopen we even naar Misha Brouwer, de man die de lijn in de handen had. Uiteindelijk doet Emil Okanje het bijzonder sterk, want je lag op een gegeven moment ongeveer laatste. Ja, wat hij de laatste 800 meter goed loopt, dat is heel goed. Heel goed, nou, we hopen hem nog een paar keer hier in Nederland aan te treffen. En dan kan hij lekker in Zweden koersen, deze Emil Okanje. Maar eerst, dames en heren, een groot applaus voor de laatste winnaar in 2018 hier op de baan in Groningen. Emil Okanje samen met Misha Brouwer.